ik weet de laatste tijd ook nog veel dingen over pijnlijke schenen. De zakken zo hard zijn. Ook met krap op elleboog creëer je bult op je schenen die je eigenlijk moet conditioneren. Dus het is wel belangrijk dat je die in vorm houdt. Dus wat we hiermee kunnen doen is dat je kokend water best wel heet. Gebruik een handdoekje. Breng hem uit, duw hem op je scheen. Leg hem op de plek die pijn doet. En hou hem hier even vast. Zorg dat die poriën helemaal open kunnen staan. En dan masseer je hem uit. Vervolgens gebruik je, als de poriën open zijn, tuigenbalsemolie, wat je wil. Gooi je erop. En dit moet je doormasseren. Dus dit doet wel pijn, maar hierdoor kan je wel blijven trainen. Dus het is ideaal om het continu door te blijven masseren. Doe dit elke training. Oké, dan blijf trainen. Goed.